Hi, ik ben David en wij gaan het nu hebben over het schoonmaken van de gietijzeren pan van Scottberg. Het allerbelangrijkste is dat je die gietijzeren pannen nooit in de vaatwasser doet. We hebben hier net wat gebakken in onze gietijzeren pan. We hebben de pan heel iets af laten koelen. Zorgen dat er lauwwarm tot warm water pakken. Niet ijskoud water, knalhete pan met ijskoud water. Die pan gaat scheuren, dat wil je echt niet. Dat is doodzonde. Houden de pan onder de kraan. Ja. Gaan tegen de klok in, maken we de pan schoon. Totdat alle voedselresten uit de pan zijn. Pan heel eventjes terug op het vuur om te drogen en dan is die pan goed. Hebben we de pan niet goed schoon, dan doen we een beetje water in de pan. En dan zetten we de pan opnieuw op het vuur. Hebben we de pan dan nog steeds niet goed schoon en we hebben de pan net van het vuur gehaald, dan pakken we het roestvrij stalen scrubmatje. En het scrubmatje kan in tegenstelling tot alle andere pannen met een anti-aanbaklaag er gewoon doorheen. Dus hetzelfde is... totdat alle voedselresten verdwenen zijn. De volgende methode is de zoutmethode. Wat we doen is, we hebben hier wat grof zout. We doen een stevige lepel van het grove zout in de pan. Verdelen dat mooi over de pan. Pakken dan het Scottberg scrubmatje. En ga dan met wat lauwwarm water of warm water de voedselresten die echt heel hardnekkig vastzitten, samen met het scrubmatje en het zout. Eruit boenen totdat de pan helemaal schoon en helemaal mooi is.